Schiphol, de nationale luchthaven van Nederland, is in afwachting van het vertrek van koningin Juliana en prins Bernhard naar de Nederlandse Antillen en Suriname. Alvorens zij hun drieweekse reis beginnen, spreken de vorstin en haar gemaal enkele afscheidswoorden in tegenwoordigheid van vele leden van het kabinet en van de gevolmachtigde ministers der beide rijksdelen in de West. Zijn we dan eindelijk reisvaardig? En we verheugen ons erg om deze reis te beginnen naar het Nederlandse Antillen en naar Suriname. We hadden deze reis al zo lang willen doen. We hebben allebei zulke goede herinneringen aan onze vorige bezoeken daar. We hebben nu gewacht op de inwerkingtreding van het nieuwe statuut. En we stellen ons heel veel van voor om in deze nieuwe omstandigheden de beide rijksdelen te bezoeken. En we zijn er zeker van dat we met een schat aan mooie ervaringen terug zullen komen. Ja, ik weet niet wat ik naar deze woorden nog moet zeggen. Behalve dat ook ik me uit de apenzaak bijzonder verheug om terug te komen naar al die plaatsen die ik zo goed ken. En al de mensen terug te zien die daar mijn vrienden zijn geworden en de vooruitgang te zien die in deze tijd is gebeurd. En dan is het ogenblik van vertrek aangebroken. Terwijl uit de avondelijke herfsthemel de regen zich gutsend omlaag stort, begeven de koningin en de prins zich met hun vier dochters naar het vliegtuig, de DC-6 Jan van Riebeek, waarmee de sprong over de oceaan zal worden gemaakt. De autoriteiten en de op het platform verzamelde kotto-missies trotseren de neerstromende regen om de koninklijke reizigers nog zo lang mogelijk te kunnen nawuiven. Om precies 5:30 slaan de motoren aan en hun grommend geluid markeert het begin van een historische reis. Voor het eerst in de geschiedenis zal een regerend vorstin van Oranje een bezoek brengen aan de Antillen en Suriname, thans gelijkwaardige delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Van de 6 eilanden die tezamen de Nederlandse Antillen vormen en die geografisch ook wel onderscheiden worden in de Benedenwindse en de Bovenwindse eilanden, is Curaçao het grootste. De hoofdplaats Willemstad telt 45.000 inwoners. Een bezoek aan de kaden langs het Waaigat verplaatst toeristen midden in de exotische sfeer van dit Caraïbische gebied. In zijn bouwstijl verraadt de stad op vele plaatsen nog oud-Hollandse invloeden. Willemstad is door een prachtige natuurlijke haven met de oceaan verbonden. Deze Sint-Anna-baai verdeelt de stad in 2 wijken, Punda en Otrabanda. Een pontonbrug, de Emmabrug, verzekert de verbinding tussen de beide stadsdelen. Het is deze stad, de hoofdstad der Antillen, die als eerste koningin Juliana en prins Bernhard zal ontvangen. Van het waterfort daveren de saluutschoten. Hare majesteitskruiser de Ruiter vaart de Sint-Anna-baai binnen. De Emmabrug wordt uitgevaren om de statige oorlogsbodem doorgang te verlenen. Het moment waarnaar door zoveel een lange tijd werd uitgezien, is aangebroken. Na hun vlucht over de oceaan hebben de koningin en de prins zich in San Juan op Puerto Rico op de Ruiter ingescheept. Thans naderen ze het eerste doel van hun reis. Het is vroeg in de ochtend van een stralende dag. In de nieuwe haven, in het Schottengat, het binnenmeer aan het eind van de Anna-baai, wordt de kruiser afgemeerd. Hare Majesteit de Koningin zet, vergezeld van zijn koninklijke hoogheid de prins, voet op Antilliaanse bodem. Het koninklijk paar wordt welkom geheten door de gouverneur der Antillen, de heer Struiken, die vervolgens de minister-president, de heer Jonkheer, en de gezaghebber, de heer Gorsira, voorstelt. Nadat de koninklijke standaard is gestreken, gaan de pavoisiervlaggen omhoog. Vervolgens inspecteren koningin en prins de erewacht der mariniers.
Buiten de aankomstloods hebben zich onder andere afdelingen van het Rode Kruis opgesteld, waarlangs het koninklijk paar zich naar de gereedstaande calèche begeeft, die op verzoek der Antillen naar de West werd overgebracht om aan de officiële rijtoeren zo mogelijk nog grotere statie te verlenen. De intocht in Willemstad begint. Kijk dan toch, Domingo, de koningin komt eraan. Juichend en zwaaiend met vlaggetjes begroeten de mensen de vorstin en de prins op hun tocht naar het gouvernementshuis, het Fort Amsterdam. Naarmate de stoet dichter bij het centrum komt, wordt de menigte langs de route groter. Tienduizenden blijven wachten in de omgeving van het gouvernementsplein, want het koninklijk paar zal spoedig op het terras op de hoek van de oude fortmuur verschijnen. Met donderend gejuich worden koningin en prins begroet. Hoe het mogelijk is, weet niemand, maar toch slaagt men erin nog een smalle doorgang in deze mensenzee vrij te maken, om de schoolkinderen in staat te stellen op hun kinderlijk enthousiaste wijze hulde te brengen aan de koningin, die ook hun koningin is. Nog is de statie van deze feestelijke dag niet voorbij. In de middaguren stelt men zich andermaal in de straten op. Nu om de koningin en de prins te kunnen zien tijdens de tocht naar de statenzitting. De ministers der landsregering begeven zich naar het gebouw op het Wilhelminaplein, kort voor het ogenblik waarop de calèche daar arriveert. Met bewondering en eerbied aanschouwen de duizenden op het plein de aankomst van het koninklijk paar. De jongeren kijken verstild om zich heen en verzuimen bijna te wuiven. De ouderen zijn zich bewust van de symbolische betekenis van dit moment. De koningin komt hier om de Staten der Antillen toe te spreken, hetgeen de bezegeling is van de akkoorden van het Uniestatuut. De bijzondere zitting van de Staten der Nederlandse Antillen wordt geopend met een toespraak van de voorzitter, de heer Irauskin, die onder andere het volgende zegt. Hoe verdeeld deze bevolking anderszins ook mogen zijn, zij is steeds één in haar bewondering voor en haar aanhankelijkheid aan het beminde huis van Oranje. Hare Majesteit de Koningin vangt haar boodschap aldus aan. In de staat. Hier vandaag in uw midden aanwezig te zijn, betekent voor mijn echtgenoot en mij een waar voorrecht. Want het is het bijwonen van een symbolische manifestatie van uw zelfstandigheid. Lieve koningin! En hiermee eindigt deze indrukwekkende ontmoeting tussen vorstin en volksvertegenwoordiging. In dezelfde samenstelling als bij de heenrit keert de stoet door de straten van Willemstad terug naar het gouvernementspaleis. De geestdrift van de duizenden langs de route bereikt thans een climax.
In een sfeer van enthousiasme zoals Willemstad nimmer tevoren heeft gekend, loopt deze Antilliaanse Prinsjesdag ten einde. De feestelijke stemming blijft ook in de avonduren in de stad aanwezig en zij wordt nog verhoogd door de sprookjesachtige illuminatie. Met zijn verlichte contouren maakt de koningin Wilhelminabrug veel indruk. Maar een waar sieraad van decoratieve verlichtingskunst is de Emmabrug, waarop de veelkleurige lampjes tijdens het uit- en invaren een fascinerend spel spelen met de gebouwen op de achtergrond. Na de stilte en de rust van de avond volgt een nieuwe dag, de tweede dag van het koninklijk bezoek. 7500 kinderen zijn verzameld op de binnenplaats van het gouvernementspaleis om het koninklijk paar een hulde te brengen. Tijdens een rondedansje voegen koningin en prins zich in de rij, nadat ze gehoord hebben dat het liedje ook hen in het spel betrekt. Haar Majesteit de Koningin onthult diezelfde morgen, daartoe uitgenodigd door de gezaghebber, het Autonomiemonument. Een 13 meter hoog gedenkteken, ontworpen door de architect Fresco, dat de 6 Antilliaanse eilanden voorstelt als gestileerde vogels die uitvliegen uit het ouderlijk nest, Nederland. Het is bedoeld als een herinnering aan de verkregen zelfstandigheid. Niet alleen bij de onthulling van het monument, maar ook bij het defilé voor koningin en prins dat daarop volgt, maakt een tropische regenbui alles en iedereen doornat. Eenheden van de marine en van de landmacht die op Curaçao gelegerd zijn, alsmede de landingsdivisie van Hare Majesteit de Ruiter, marcheren fier aan het vorstelijk paar voorbij. Het verdere bezoek van het koninklijk paar draagt een minder officieel karakter. De koningin en de prins maken verschillende rondritten door de landelijke districten. Ze verblijven korte tijd in het moderne Juliana-dorp. Dan rijden ze naar het echte platteland, de Knoekoe. Een over het algemeen droog, door de zon geblakerd land met veel cactéën en met hier en daar wat palmbomen op plaatsen waar water aanwezig is. Hier in dit gebied wonen de vrije afstammelingen van de oude slaven. Ze leiden een eenvoudig bestaan, hoewel ze delen in de welvaart die de olie het eiland bracht. Ook zij willen koningin en prins waardig ontvangen en ze doen dat zoals hun voorouders dat gedaan zouden hebben, met dansen. Eén daarvan, de tamboe, is nog een erfenis uit Afrika. Tijdens de rondrit door het derde district van Curaçao is een groot deel der bevolking bijeen in het plaatsje Barber om hier de landsvrouwen en de prins hulde te betuigen. Onmiddellijk na aankomst der koninklijke gasten begint een Simadan, een oogstfeest.
waarbij de bewoners in felkleurige exotische kostuums gestoken de vruchten van het land meedragen. Het is een boeiende optocht die hier in langzame cadans rondtrekt op het ritme van inheemse muziek. De wagen met het knoekoehuisje van Wancho Martina neemt in de stoet een ereplaats in. Voor het podium der koninklijke gasten houdt de wagen stil. En even later ziet men Wancho en zijn vrouw in geanimeerd gesprek met koningin en prins, die zich dankbaar betonen voor de geschenken die hen door het groepje werden aangeboden. Met een fleurige en kleurige lintendans bereikt het huldigingsfeest in Barber dan zijn hoogtepunt. De kennismaking met de levenslustige landelijke bevolking zal voor koningin en prins onvergetelijk blijven. Op de laatste dag van het verblijf op Curaçao brengt de koningin een bezoek aan de CEPIM, de Curaçaose petroleumindustriemaatschappij, aan de noordelijke oever van het Schottengat. Op het terrein van de raffinaderij staan de kinderen der geëmployeerden vooraan om de vorstin te begroeten. Het bezoek aan de CEPIM mag beschouwd worden als een zinvolle afsluiting van het verblijf op Curaçao, dat immers zijn welvaart ontleent aan deze olieindustrie, die er in 1915 werd gevestigd en die in de laatste jaren tot een raffinaderij van wereldbetekenis is uitgegroeid. Bonaire is het tweede van de benedenwindse eilanden dat de koningin en de prins ontvangt. Talloos velen zijn naar het vliegveld gekomen om het koninklijk paar reeds hier een welkom toe te roepen. Voor een fleurige entourage zorgen de delegaties van de meisjesverenigingen. Bonaire is het eiland der flamingo's. Reeds op de luchthaven wordt de reiziger daarop geattendeerd. Het eiland, dat slechts iets kleiner is dan Curaçao, heeft een bevolking van maar 6000 zielen. Het is niet aangeraakt door de gouden adem van de olieindustrie. Maar de bevolking, die er even verknocht is aan het Oranjehuis als elders, heeft zich alle moeite gegeven om het koninklijk paar feestelijk te ontvangen. In het hoofdstadje Kralendijk, zo genoemd naar de koraalbodem waarop het is gebouwd, is de schoolgaande jeugd samengestroomd voor het gezaghebbershuis om de koningin en de prins met een obade haar blijdschap te verkondigen over het bezoek. Staande op het balkon luistert het koninklijk paar naar de ijle kinderstemmetjes. Nog diezelfde morgen verlaat het koninklijk paar Kralendijk voor een rondrit over het noordelijk deel van het eiland. Slechts klein is het aantal mannen dat getuige is van het bezoek. Het merendeel hunner werkt in de olieindustrie op Curaçao en Aruba, omdat het eiland zelf, hoewel rijk aan natuurschoon, voor hen onvoldoende bestaansmogelijkheden biedt. De bodem van deze voormalige gouvernementsplantage is schraal. Zij is door zon- en watergebrek getekend. Huizenhoge cactéën vormen vrijwel de enige vegetatie. Via de dorpjes Nikiboko en Antriol arriveren koningin en prins in Rincon, waar bijna de hele bevolking van noordelijk Bonaire verzameld is. De schoolkinderen zijn bijzonder enthousiast, hetgeen begrijpelijk wordt als men weet dat koningin Juliana's aanwezigheid voor hen het begin van een week vakantie betekent.
Na het korte oponthoud in het vlaggende Rincon reizen de koninklijke bezoekers verder naar de plantage Fontaine aan de noordkust. Daar, in de schaduw van de palmen, is alles in gereedheid gebracht voor een picknick, een zogenaamde barbecue. Aan het spit gebraden vlees van schapen, speenvarkens en gevogelte is er de hoofdschotel van. Na de vermoeienis der eerste dagen is het verblijf in deze prachtige tuin voor koningin en prins een prettige ontspanning. Prettig gestemd zijn ook de twee kleine viervoeters die de dans ontsprongen. In de late namiddag keert het koninklijk gezelschap door het heuvelachtige land van Bonaire terug naar de Flamingo luchthaven om vandaar de sprong te beginnen naar het derde eiland beneden de wind, Aruba. Sterke motoren dragen de koninklijke passagiers van Bonaire naar het even dorre maar economisch welvarende olie-eiland Aruba. Centrum van Aruba is Oranjestad, de hoofdplaats die zich in verbijsterend snel tempo uitbreidt. De kruiser De Ruiter heeft er lichtplaats gekozen in de haven. Het is deze haven aan de Sint-Nicolaasbaai die een Amerikaanse oliemaatschappij 25 jaar geleden aanleiding gaf op Aruba een raffinaderij te stichten die het eiland ophief uit de armoede waarin het tot die tijd verkeerde. Het landschap van Aruba wordt beheerst door de Hooiberg. Tienduizenden Arubanen zijn naar het vliegveld Dakota gekomen om hun koningin en de prinsgemaal in te halen. En reeds die aankomst moet de koninklijke bezoekers een indruk hebben gegeven van de hartelijke genegenheid die de bevolking jegens hen koestert. Oranjestad is een zeer moderne stad waarvan de welvaart de bezoeker onmiddellijk opvalt. Het is een stad die Amerikaans aandoet, waarop de olie-industrie zijn stempel heeft gedrukt. De bevolking begroet er met eerbied en vreugde haar vorstin op de dag dat zij is uitgereden om een zeer ontroerende plechtigheid te verrichten. Haar Majesteit begeeft zich in gezelschap van Prins Bernhard naar een speciaal aangelegd park waar de bevolking van Aruba ter ere van de geëerbiedigde koningin Wilhelmina een standbeeld heeft opgericht. Koningin Juliana onthult dit monument dat de herinnering levend houdt aan haar die 50 jaar lang ook over Aruba met wijsheid en liefde regeerde. In de middag van deze dag brengt Prins Bernhard enkele uren door op een kokosplantage aan de kust, te midden van de Arubaanse padvinders. Het is een korte periode van ongedwongen verpozing voor de prins. Een aangename onderbreking van het drukke werkprogramma. De padvinders genieten eveneens met volle teugen van dit prinselijk bezoek. Enige tijd later vergezelt de prins Hare Majesteit weer tijdens de rondrit over de uitgestrekte terreinen van de Lago Oil and Transport Company. Deze gigantische raffinaderij verwerkt, zoals de CPIM op Curaçao, de voortdurend vloeiende oliestroom van Venezuela. Mensen van meer dan 20 nationaliteiten werken in deze raffinaderij die de grootste productie van de wereld heeft. Aruba wordt omspoeld door het helder blauwe water van de Caraïbische Zee. Het eiland biedt talrijke mogelijkheden voor de beoefening van verschillende watersporten. Zeilen doet men er meestal met minuscuul kleine bootjes. Aruba is beroemd om zijn palmenstrand, Palm Beach. Vele toeristen brengen hier hun vakantie door. En dan kan het soms gebeuren dat ze verrast worden door een dans,
een van de vele inheemse dansen die de van de Indianen afstammende bevolking van het eiland, ondanks de modernisering, in ere houdt. Twee dagen na hun aankomst verlaten koningin en prins het eiland om hun reis voort te zetten langs de drie bovenwindse eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Bij het vertrek van het vliegveld dat tijdens het bezoek naar prinses Beatrix werd vernoemd, doen duizenden het koninklijk paar uitgeleide. Sint Maarten, half Frans, half Nederlands, is een lieflijk maar arm eiland in 1493 door Columbus ontdekt. Men kent daar slechts één belasting, de hondenbelasting. En die wordt nooit betaald. Zijn huidige betekenis ontleent het eiland voornamelijk aan het toeristenbezoek. Om dat nog te stimuleren is er onlangs een uiterst modern hotel gebouwd, het Little Bay Hotel, dat tijdens het koninklijk bezoek in gebruik werd genomen. De bewoners van het Nederlandse deel en velen uit Frans Sint Maarten hebben het koninklijk paar een hartelijke ontvangst bereid. Nadat de vorstin en de prins het kleine stadje Philipsburg zijn binnengereden, verschijnen ze op het balkon van het gezaghebbershuis om er te luisteren naar een zanghulde van de jeugd. De snel invallende duisternis maakt een einde aan dit hartelijke huldebetoon. Nog diezelfde avond nemen koningin en prins afscheid van Sint Maarten en schepen zij zich in op de kruiser De Ruiter, die inmiddels in de baai ligplaats heeft gekozen. De oorlogsbodem zal hen naar de twee andere bovenwindse eilanden brengen, Saba en Sint Eustatius. Saba is een klein paradijs. Het hoofdplaatsje, The Bottom, ligt op de kraterbodem van de uitgedoofde vulkaan die het eiland eigenlijk is. Het bergachtige gebied is rijk aan landschapsschoon. Een regenboog vormt een reusachtige ereboog boven het eiland als de Ruiter voor de kust verschijnt. Saba bezit geen natuurlijke haven. De landing is een avontuur op zichzelf. Elke bezoeker wordt in een sloep naar de wal geroeid, waar sterke Sabanen gereed staan om hem aan land te brengen. Nadat ook koningin en prins op deze wijze veilig door de branding zijn geloodst, maken ze een tocht over het eiland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van jeeps, die nog niet zo lang geleden de ezel als vervoermiddel hebben vervangen. Het koninklijk paar begeeft zich naar de woning van de administrateur van Saba, waarvoor zich de bewoners van het eiland hebben verzameld. Tijdens het defilé der kinderen krijgt men een fascinerend beeld van de weelderige plantengroei op dit charmante eiland. Door kleine schilderachtige dorpjes, waarin de huizen versierd zijn met vlaggen en tropische bloemen, wordt de rondrit voortgezet.
Nog diezelfde morgen keren koningin en prins langs de steil aflopende bergwegen terug naar het donkerbruine strand van Saba. Reeds wachten hier de Sabanen die de sloepen van wal zullen stoten. Velen hebben te voet de tocht naar de kust gemaakt om van hier het koninklijk paar een vaarwel toe te roepen. Prins Bernhard, die het vertrek van de koningin gefilmd heeft, verlaat met zijn adjudanten als laatste het eiland. Een barkas brengt hem en de koningin terug naar de kruiser, die vervolgens koers zet naar het nabijgelegen Sint Eustatius. Smiddags werpt Haar Majesteit de Ruiter het anker uit voor de kust van dit derde der bovenwindse eilanden, dat ook geen haven bezit. De verschijning van een oorlogsbodem was in vroeger eeuwen voor Sint Eustatius geen zeldzaamheid. Dit kleine eiland heeft in de 17e en 18e eeuw een grote bloei gekend als centrum van de slavenhandel en de smokkelarij. Het telde toen 20.000 bewoners. Thans leeft er een Engels sprekende bevolking van nauwelijks 1000 zielen. Ten tijde van de Amerikaanse Vrijheidsoorlog, toen de handel tussen Engeland en Amerika tot stilstand kwam, gonsde Sint Eustatius van activiteit. Men bouwde grote pakhuizen op het eiland dat de bijnaam kreeg van de Gouden Rots. Dat alles is thans vergane glorie. Alleen de branding van de oceaan, die zilver tovert in het diepblauwe water, is gebleven. Op Sint Eustatius zorgt een steel drum band voor originele welkomstmuziek. In de hoofdplaats Oranjestad komen alle bewoners van het eiland de koningin en de prins persoonlijk een groet brengen. Het koninklijk paar maakt tot slot een korte wandeling door het Fort Oranje, dat in vroeger eeuwen de wacht hield over het eiland. Een eenvoudig gedenkteken herinnert aan het verblijf van Michiel de Ruiter op Statius. Met het kortstondige verblijf op dit kleine rotseiland eindigt het bezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan de Nederlandse Antillen. Een bezoek van historische betekenis, dat een nieuw tijdperk heeft ingeluid in de betrekkingen tussen deze rijksdelen en Nederland, thans als gelijkwaardige partners, verenigd onder de Nederlandse driekleur.